Nadat ik jullie overstelpt heb met veel te veel informatie, veel te veel foto's en veel te veel fouten op die foto's in de vorige video over fotografie, zal ik vandaag eindelijk die gouden tip geven om goede degelijke foto's te maken van uw aquarium. Zometeen. Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Zoals gezegd ga ik jullie vandaag eindelijk die gouden tip geven om op een succesvolle manier foto's te maken van uw aquarium. Het doel van mijn kanaal is betaalbare, begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie geven over alles wat aquarium aangaat. Ook randdingen zoals bijvoorbeeld een degelijke mooie foto nemen van jouw aquarium. Iedereen wil graag opscheppen met zijn aquarium en daarom kunnen we er samen voor zorgen dat jullie zo mooie mogelijke foto's gaan nemen. Wil je naar de toekomst toe meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan snel op mijn kanaal en geef deze video een duimpje omhoog. Voor de mensen die veel dieper willen ingaan op aquarium, zou ik zeggen, ga zeker en vast ook eens kijken op mijn Patreon pagina. Ik plaatste daar bijvoorbeeld recent een artikel over stress bij vissen. Welke soorten stress zijn er? Wat veroorzaakt er stress? Wat kunnen we er tegen doen? En wat zijn de gevolgen van stress? Een heel belangrijk item binnen de aquaristiek om ervoor te zorgen dat uw vissen op een gezonde, degelijke, leuke manier in hun aquarium kunnen verblijven. Maar goed, de foto's. Ik had een oproep gedaan aan jullie om foto's door te sturen van jullie aquarium. Op een paar uur tijd kreeg ik van maar liefst 16 mensen een heleboel foto's doorgestuurd, omdat ze graag wilden weten wat ze in het vervolg kunnen doen om betere foto's te nemen van hun aquarium. Ik wil die 16 mensen heel hartelijk bedanken om hieraan deel te nemen. Zonder de foto's was het simpelweg niet gelukt. Dus dankzij jullie is het gelukt om foto's te gaan bespreken. 16 mensen. Wat viel er mij nu op aan deze foto's? Waar zitten de fouten en wat kunnen we uitleren? Ik zal jullie ook een gouden tip geven om naar de toekomst toe betere foto's te nemen van jouw aquarium. Zodanig dat je keihard kan opscheppen tegen alles en iedereen over welke prachtige bak je al staan hebt. We gaan beginnen bij het begin. Wat er mij vooral opviel van die 16 mensen waren er maar liefst 14 die foto's doorstuurden genomen met een gsm-toestel. Ik wist dat het er een heleboel gingen zijn, maar ik had niet verwacht dat 14 van de 16 dit zouden gaan doen. Dat is maar liefst 87,5% van de mensen die hun foto's doorstuurden, die het gedaan hebben met een gsm-toestel. Nu, eigenlijk is dit ook geen slechte zaak. Het is namelijk zo dat recente gsm-toestellen een beter fototoestel zitten hebben dan bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera van pakweg een drietal jaar terug. Een gsm-toestel is dus wel degelijk in staat om hele mooie foto's te gaan nemen. Als je tenminste weet waar de valkuilen zitten. Die valkuilen zal je veel minder gaan merken bij je spiegelreflexcamera. Wat niet wegneemt, als je zelf die valkuilen kent, dat je ze ook kunt gaan vermijden. Er waren vier termen die heel frequent teruggekomen zijn in de video waar ik jullie foto's besprak. Dit was ISO-waarde, sluitertijd, diafragma en witbalans. Ik ga proberen om ze hier alle vier nog eens heel kort uit te leggen. Wil je de uitgebreide uitleg, stel ik voor om de eerste video te gaan bekijken waarvan de link nu boven in beeld verschijnt. Ten eerste hadden we de ISO-waarde. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer licht er binnenkomt in uw fototoestel. Hoe lager de waarde, hoe minder licht er binnenkomt. Hoe groter de diafragma-opening, dus hoe kleiner het diafragma-getal, hoe meer licht er binnenkomt, maar hoe minder scherp de achtergrond is. Hoe sneller de sluitertijd, dus hoe sneller de sluiter open en dicht gaat, hoe minder bewegingsontscherpte we hebben. Bewegingsontscherpte is ontscherpte veroorzaakt door iets die beweegt, bijvoorbeeld een vis. De sluitertijd wordt meestal aangeduid in een breuk. Met andere woorden, hoe hoger het getal onder de breuklijn, hoe sneller het is. Dus 1/100ste is sneller dan 1/5. En dan hebben we nog de witbalans. En dit kan ik best van al uitleggen als een fototoestel wordt bedrogen door het licht die schijnt op een bepaald onderwerp. Om u een klein idee te geven, de ledlampen die nu gericht zijn op mijn gezicht, zijn 10.000 Kelvin dus redelijk blauw. De witbalans van deze video werd ook aangepast. Dus eigenlijk heb ik gezegd tegen mijn cameratoestel opgepast, er is redelijk blauw licht, ga dit gaan compenseren. Zodanig dat een wit item wit blijft. Dit kunnen we vooral gaan zien bijvoorbeeld met een blad. Dit is dus een standaard witte A4 pagina, waar de witbalans gecorrigeerd is geweest. Ik tel af van 3 en op 0 komt er een klein stukje waar de witbalans niet werd aangepast. En waar je ook duidelijk zal zien dat het wit blad niet zo wit is. 3, 2, 1, 0. Zoals je nu kan zien is dit blad eerder naar de blauwe kant. Het is dus geen wit blad meer, terwijl dat met een aangepaste witbalans wel het geval was. We keren terug naar de aangepaste versie. 3, 2, 1, 0. Zo, we hebben opnieuw een witte pagina.
Uiteindelijk is er niets veranderd. Het enige wat wij gedaan hebben is duidelijk gemaakt aan ons fototoestel wat nu precies wet is. En waarom is die wetbalans nu zo belangrijk? Als ons toestel exact weet wat wet is, dan weet hij ook exact wat rood, geel, blauw, groen, paars is. Met andere woorden, de kleuren van onze vissen zijn veel correcter en veel mooier. Ik ga beginnen met een goede tip te geven over dit laatste item. Voordat je een foto gaat nemen, zorg ervoor dat je een wit blad onder jouw aquariumlampen houdt, eventueel geplastificeerd en in het water zelfs. Neem daar een foto van en ga dan handmatig je wetbalans gaan instellen aan de hand van die foto. Hoe je dit moet doen zal ik u niet gaan uitleggen aangezien het bij elk toestel anders is. Maar ongetwijfeld vindt u online ergens wel een handleiding daarvoor. Maak daar een goede gewoonte van. Het zal ervoor zorgen dat uw vissen beter gaan kleuren op foto. Dan hebben we nog ISO-waarde, sluitertijd en diafragma. De meest gemaakte opmerking was dat de sluitertijd veel te traag was, waardoor we bewegingsontscherpte hadden. Maar ook overbelichting was te wijten aan sluitertijd. Ik laat u zo meteen een video zien en in deze video zal ik u tonen hoe u deze waardes kunt gaan aanpassen aan de hand van een app die zowel op Apple als op Android gratis te downloaden valt. Deze app zal gelinkt worden hieronder in deze video. Het gaat over Lightroom Mobile. Lightroom is een onderdeel van de meest gekende fotobewerkings- en videobewerkingssoftware die er op de markt is, namelijk door de fabrikant Adobe. Het is met andere woorden een heel goed programma en volledig gratis te downloaden voor op je gsm-toestel. Met dat toestel kan je witbalans instellen, ISO instellen, sluitertijden en zelfs diafragma gaan instellen. Ga er dus voor gaan zorgen in de toekomst als u een foto neemt van uw aquarium, dat u deze foto's gaat nemen met Lightroom. Stel de sluitertijd in op 1/60ste, laat het toestel automatisch de ISO-waarde kiezen en diafragma, daar kunt u gaan kiezen. Wilt u een scherpe achtergrond? Neem dan een lage diafragmawaarde. Wilt u een volledig scherp aquarium? Neem dan een hoge diafragmawaarde, dus een kleine diafragmaopening. U zal ook onmiddellijk zien aan het toestel of er onderbelichting of overbelichting is, zodat u deze factoren een klein beetje kunt gaan aanpassen. Dus mijn gouden tip naar jullie toe om betere aquariumfoto's te gaan nemen, is gebruik maken van Lightroom, daar de sluitertijd in te stellen op 1/60ste en laat zoveel mogelijk de rest van de parameters beslissen door het fototoestel zelf. Wanneer het fototoestel dan bijvoorbeeld beslist dat u een hoge ISO-waarde nodig heeft, dan weten we uit de voorgaande video's dat een hoge ISO-waarde zorgt voor ruis. Eveneens in de video die u zo dadelijk te zien krijgt, zal u zien hoe u deze ruis met Lightroom zo goed als wegkrijgt. Met andere woorden, nagenoeg geen nadelen meer van een hoge ISO-waarde. Uw foto's zullen er echt bijna gelekt uitzien. Dit gezegd zijnde, dit is Lightroom.
Zoals je kon zien, een vrij eenvoudig programma, gratis te downloaden. De linken naar zowel de Android-versie als de Apple-versie staat hieronder in de beschrijving. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik in de toekomst veel mooie foto's van jullie mag zien. Want daar doen we het toch allemaal voor. Om te kunnen kwijlen op onze vissen en om te kunnen kwijlen op ons aquarium. Ik wens je nog een fantastische dag toe. Bedankt om te kijken. Tot de volgende. Dag.